dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Lieke Anne Haatjens en ik ga vandaag een fantastisch mens portretteren. En het leek me te gek om dat vandaag vast te leggen. Dus ik ga zo meteen in mijn auto stappen richting Zeeland. En dan ga je kijken wat er gebeurt vandaag. De avond komt en de dag verdwijnt. Ik breek het brood en ik drink de wijn. Drink op jou en ik drink op mij. Zo, ik zit inmiddels in mijn auto. Donna, de Dacia Duster. Fantastisch ding is het toch. En ik ben dus onderweg naar niemand minder dan Stef Bos. Ja, en even kijken hoe ik moet rijden. Hier zo links. En ja, ik heb Stef dus ontmoet 2 maanden geleden ongeveer op een evenement waar we allebei waren. En ik had daar een foto staan en hij loopt op een gegeven moment langs en hij zegt, het is die foto van jou. Ik zeg, ja, die zegt, vet man. En toen bij het diner zaten we naast elkaar en dat klikte en dat was super gezellig. En toen zijn we vorige maand zijn we het eten geweest in Breda. En dat was fantastisch en vandaag ga ik dus een portret schieten voor zijn nieuwe show van volgend jaar. En ik heb er echt zoveel zin in, want het is een fantastisch mens, dus het kan niet anders dan gezellig worden. Dus leek me de uitgelezen kans om weer eens een video te maken. Dus bij deze. Voor nu, voor eens en voor altijd. En ik drink op dat wat ons verbindt. Ik drink op wat opnieuw begint. Hemel hoog en wijd en zuid. Je speelt het allemaal geen rol, Lieke, waar je vandaan komt. Hè? En ik begrijp het wel, maar je verliest totaal de realiteit uit het oog. Het is ook een soort van... Ja. Sneller met je dan je bent. Hetzelfde als wat je zei, als je zo in zo'n volle aandachtsding zit, wat ook geestig is. Weet je? Er zitten hele toffe kanten aan. Dat is toch, ja, ik vind dat interessant. Maar ik ben niet iemand die zichzelf dan op willekeurige manieren dan ook in de schijnwerpers zou willen. Maar je tast zo toch een beetje de ruimte van je persoonlijkheid af. Absoluut. En daar is op zich niks verkeerd. Ik vind het juist wel, ik verwachtte dat helemaal niet bij jou. En dat is dan wel het grappige. Ja. Maar het klopt wel dat je als je erover zit te vertellen. Maar als het stel je voor dat je nou bent, dat je dan opeens zou stoppen met die dingen te maken die je maakt. Mm-hmm. Dan zou ik wel even opbellen en zeggen van hallo, die balans is fijner. Ja. Voor eens en voor altijd. Voor nu, 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 voor eens en voor altijd. Camera's aan nu. Ja. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Wat je ook kan, I hope they get it. Geef mij maar 1 portie sushi. De pijn is niet dichter. Ja, je maakt wat mee. Met zo'n fotograaf als Lieke Anna. En ik zit hier op het vlonder van een oude stal van 200 jaar oud, waarbij elk moment deze vloer door kan zakken. En dat is de spanning die het leven moet hebben. We leven veel te veilig. Je moet af en toe het gevoel hebben, ik kan door de grond zakken, door de mand vallen. Nou, als u dat wilt in uw leven, laat u alsjeblieft fotograferen door Lieke Anna. Dit is de fotografe van dienst. En zij gaan, we gaan haar nu volgen in haar weg naar beneden. Want dan weet u welke risico's er loopt bij deze fotosessie. Moet ik jouw fototoestel even vasthouden? Dan geef ik het aan. Dat is goed. Ja, dan ga ik eerst naar beneden. U denkt van dat is een risicoloos beroep. Vergeet het maar. Mark Rutte kan er een punt aan zuigen. Halbe Zijlstra zou blij zijn als hij nog een keer ontslagen wordt als minister van Buitenlandse Zaken. Want dit zijn de echte risicovolle beroepen. Kijk eens. Voor deze avontuurlijke dame met enige culturele smaak haar leven op het spel zet om een
foto te nemen boven op een zolder van een oude Vlaamse boerderij. Alles voor de foto. Moeten we mijn camera alles voor de foto. Aanpakken? Ja, we gaan de camera aangeven. Heb je hem vast? Ik heb hem vast, oké. Okay. Ja, ik ga nu langs de draak. Ja, ik ga de balk over de balk heen volgen. Ik ga verder naar beneden. Ben je veilig aangeland? Yes. Ze beweegt voilà. En ze staat niet stil. Ik laat jou los als je ruimte wil. En ik weet niet waar de weg ons leidt. Maar ik hou mij vast aan jou en mij. Voor nu, voor eens en voor altijd. Voor nu, voor eens en voor altijd. Ja, dat is vreemd, hè? Dat... Ja, dus waar ligt... Dat is wel ligt... een mooi moment, omdat ik opeens besef, maar dat is wel eigenlijk waar het voor mij over gaat. Zo, daarom doe ik dit heel graag, om zomaar dingetjes te maken. En dat begint met woorden zo, toch? Ja. Dus waar ligt het dan dat die foto er nog nooit is geweest? Is het dan... Dat ligt bij mezelf, denk ik. Ja. En bij iemand die dat niet ziet. Ik bedoel, het is, ja, hoe komt het? We komen hier op die zolder en jij krijgt opeens dat idee van dat ding. En opeens zie ik die foto en denk van wauw. Voor altijd. Voor altijd. Zo, ik ben inmiddels aangekomen in Bresjes bij mijn ouders. En mijn batterijtje is leeg en mijn batterijtje van mijn camera ook. Dankjewel voor het kijken. Het was een fantastische dag met Stef Bos. Hopelijk tot de volgende keer. Doei doei. Ik ken een madameke in Zeeuws-Vlaanderen. Haar naam is Lieke Anna. Ze maakt zo schone foto's, ja. Haar naam is Lieke Anna.